De Filipijnse verpleegkundigen die zullen worden ingezet op de neonatale intensive care unit van het AZP laten op zich wachten. Omdat de migratieprocedures van de Filipijnen vanaf het begin van de COVID-pandemie zijn aangescherpt. Minister Amaramadin van Volksgezondheid zegt dat van de kant van Suriname de financiële zaken hiervoor al zijn geregeld. Echter zijn er volgens het agentschap dat het ministerie hierin bijstaat nog enkele zaken die moeten worden afgewerkt, zodat de Filipijnse zorgmedewerkers naar Suriname kunnen afreizen. Wat ze hadden gemerkt in Filipijnen is dat mensen dus landen kiezen om als springplank te dienen voor bijvoorbeeld Amerika. En wat ze hebben gedaan is dat ze dus in Amerika ook een office hebben, of afdeling hebben van de overheid van Filipijnen om dit alles goed te screenen. Dus wat ik heb begrepen, dit is het nieuws van afgelopen vrijdag, waarbij de agent me aangeeft dat de documenten van de mensen al in Washington zijn. En dat approval een kwestie is van een paar werkdagen. Als we dat hebben, dan kunnen de mensen naartoe komen, naar Suriname komen om te werken. Dus het gaat over een groep uitgesmeerd, want dat komen niet in één keer. Ze hebben ook een opzegtermijn. Dus de mensen komen, ik denk dat er eerste bunch al drie komen en daarna nog twee. En ik heb hebben we recentelijk bij mijn bezoek aan Cuba, hebben wij ook gevraagd om te kijken als deze verpleegkundigen ook beschikbaar zijn. Voor Suriname. Dus daar heb ik nog geen informatie over. Van het agentschap begrijpt de bewindsman dat het werven van zorgmedewerkers uit Filipijnen nu moeilijk is. Zelf had de bewindsman er niet op gerekend dat het zo lang zou duren. Maar ik kan u wel zeggen dat ze zeker komen. De financiering, wat ik zeg, is al rond. De agent staat gewoon te popelen om te boeken. Maar is ook afhankelijk van de approval van de Filipijnse overheid. Anders wij kunnen als land niet meewerken aan smokkel en aan kidnappen van mensen. Ja. We moeten dat alles volgens de procedures doen. Ik hoop dat er daarvoor begrip is. Maar uiteraard, het heeft onze nodige aandacht. En we laten de samenleving, zodra de eerste on-ground zijn, gaan we direct laten weten dat dat zo is. Het ministerie van Volksgezondheid verwacht 5 NICU-verpleegkundigen uit de Filipijnen, zodat de onderbezetting in het AZP kan worden weggewerkt.